Ja, dankjewel. Ik hou het ook kort. Vanochtend was ik hier fysiek aanwezig en toen moest ik vervolgens even weg naar Groningen. Want ik ben een Groninger en in Groningen gebeurde vandaag iets heel bijzonders. Er werd namelijk de wet ondertekend die een definitief einde maakt aan de gaswinning. En nu denkt u wellicht, wat heeft dat met deze dag te maken? Nou, twee dingen. In de eerste plaats dat ik heel veel onderweg was. En ook onderweg was deze dag online heel erg goed te volgen. Dus dat vond ik eigenlijk wel een compliment voor de organisatie. Dat ik ook onderweg dit echt grotendeels had mee kunnen krijgen. Dank daarvoor dus. En dank ook voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Het tweede wat ik eigenlijk heb mee, of wat Groningen ook een beetje met long covid te maken heeft, is dat je als Groninger weet hoe verschrikkelijk mis het kan gaan op het moment dat de overheid en de samenleving onbekend is met een probleem van een deel van Nederland of een deel van de samenleving. En ik denk dat dat ook nog wel geldt voor long covid. En dat het daarom juist zo ontzettend belangrijk is dat er een dag is als vandaag. Maar wat ik ook meeneem van een dag als vandaag is dat het heel erg belangrijk blijft om kennis te blijven delen. Niet alleen kennis te delen tussen wetenschappers en mensen uit het zorgveld zelf. Maar ook kennis te delen bijvoorbeeld met het onderwijs en de onderwijsinspectie. Omdat daar best wel vaak nog heel veel onbekendheid is over long covid bij kinderen. Kennis blijven delen met bijvoorbeeld het UWV. Omdat ook daar nog heel veel onbekendheid zit vaak over long covid. En kennis blijven delen met de rest van de samenleving, omdat dat begrip kweekt wat zo hard nodig is. Tweede wat ik meeneem is dat onderzoek, en volgens mij zei Marion dat, zei Merel dat, ik hoorde het in de laatste presentatie ook weer terug, dat onderzoek blijven doen ontzettend belangrijk is. En dat jullie ons, de politiek, erop mogen aanspreken dat het niet bij eenmalig geld blijft, maar ook als er meer geld nodig is voor onderzoek naar bijvoorbeeld behandeling, omdat die er nog niet is, dat jullie ons daarop mogen aanspreken en dat neem ik ook weer mee van vandaag. En tot slot wat ik meeneem van vandaag is de noodzaak dat de behandelklinieken er moeten komen. Niet alleen omdat ze dan misschien iets kunnen betekenen in het bestrijden van symptomen van mensen, maar ook omdat het heel zinvol kan zijn, heb ik ook vandaag weer begrepen om heel veel mensen te zien met post-covid en ook met andere post-acute infectiesyndromen. Zodat je ook daarvan de kennis opbouwt om hopelijk op een gegeven moment tot die behandeling te komen die er nu nog niet is. Nou, deze drie dingen nam ik mee van de dag van vandaag. En ik zou jullie ook willen uitnodigen om mij zometeen ook nog aan te spreken als er nog andere dingen zijn die jullie mij zouden willen meegeven. Tot zover.